Feyenoord tegen PSV is qua namen natuurlijk een topper, maar het zijn de nummers 8 en 6 van de Azerion Vrouwen Eredivisie. PSV op 11 punten. Feyenoord, dat hier de eerste kans krijgt via Konijnenberg, tegenwoordig spits, staat op 7 punten. Die pakt dus wel in de laatste 3 wedstrijden. PSV komt op voorsprong. Wynette Hendricks kopt die bal uiteindelijk binnen. Hard voor de goal langs, dan wordt hij teruggekopt door Smits. En staat Hendricks op de goede plek. 1-0 voor PSV is ook de ruststand. En ook de volgende kans voor Feyenoord is voor Jada Konijnenberg. Scoorde tegen AZ, scoorde ook al 2 keer tegen Telstar, maar tegen PSV lukt het niet. En aan de andere kant gaat hij er wel in. Chimera Ripa met alweer haar 4e van het seizoen vanaf de kop van de 16. Goed binnengeschoten, buiten bereik van Jacinta Weimar. Hier gaat het nog even mis bij PSV. Dan moet dit natuurlijk de aansluitingstreffer zijn voor Feyenoord, voor Benning. Maar die komt net niet helemaal lekker uit. En zo lijkt PSV op weg naar de overwinning op Varkenoord. Voorzet van Smits en daar de kans voor 3-0. Voor Strik. Maar zij werkt de bal naast. PSV verloor vorig weekend thuis van Twente, maar gaat wel winnen in Rotterdam. Ook al gaat het wat slordig met de kansen om. Dit is Melanie Bros met een kopkans. Het deert PSV niet, want we zitten inmiddels al in de blessuretijd. Met Esme de Graaf namens Feyenoord. Goede actie. Doet het dan zelf. Die bal wordt nog aangeraakt. En gaat uiteindelijk ruim voorlangs. PSV wint met 2-0 in Rotterdam. En richt zich op naar de nederlaag tegen Twente.